Paard nummer 1 is een paard met een jeugdige opdruk, een luxe uitstraling. Het zou ietsje meer bespierd kunnen zijn. Het kruis zou wat langer mogen zijn. En de rug ietsje meer aangesloten. Het beenwerk is iets gehoekt. Mag iets droger. Verder wel een goede stand. De stap is opvallend goed met een actief achterbeen en veel takt en ruimte. De draf is ook met een krachtig achterbeen, maar zou ietsje meer ruggebruik mogen laten zien. Maar alles tezamen, de dras en de goede stap, wordt die ster en tweede premie. Paard nummer 1. Number 1 is getting star with the second premium. Paard nummer 2, een paard met een mooi hoofd, een jeugdige uitstraling. Zou wat verticaal in de opzet kunnen zijn, dus iets horizontaal in de hals. De rug en de bovenlijn is goed, heeft ook een goed mooi lang kruis. Ietsje kort voorbeen. Het beenwerk is droog, heeft wel een piephak, maar dat rekenen we hem niet aan. De stap zou die iets meer kunnen aansluiten en iets correcter achter kunnen zijn, maar wel voldoende takt. In de draf heeft hij ook, het beenwerk is voldoende, maar hij zou meer oprichting mogen laten zien. En vanwege de goede bouw en het goede beenwerk wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie.
Number two is getting in a stud book with a third premium. Paard nummer 3. Een paard met wel rasuitstraling, ietsje onderhals, maar wel veel behang en ook wel een mooi hoofd, maar ietsje onderhals. De bovenlijn is voldoende sterk en het kruis zou ietsje mooier geplaatst kunnen zijn, maar verder wel een goede bovenlijn. Het beenwerk zou ietsje droger mogen zijn en ook in het voorbeen iets correcter. In de stap heeft hij wel ruimte. Maar zou iets meer buiging in de sprong mogen laten zien. En in de draf heeft hij wel takt. Maar zou achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Maar alles tezamen wordt je opgenomen in het standboek met een derde premie. Nummer 3 is getting in a studbook with a third premium. En de hoogtemaat is 1,66 meter. 1,66 meter.
Nummer 4, een paard met veel statuur en ook veel oprichting en mooie halsvorm. Het hoofd zou ietsje edeler kunnen zijn. Een paard met een sterke bovenlijn, opwaarts gebouwd, met lang voorbeen. Het beenwerk is ietsje gehoekt, maar wel mooi droog, een goede kwaliteit. De stap heeft die ruim voldoende takt. Zou ietsje meer lossigheid in zijn lichaam mogen laten zien. Dat geldt ook voor de draf. Goede tuigmanieren vonden we. Mooi voorbeen heeft hij. Maar zou ook over de rug nog net iets mooier kunnen gaan. Maar een paard met veel kwaliteit wordt opgenomen in het stamboek. En sterren met een tweede premie. Horse number 4 is taken in het studboek Star and the Second Premium.
paard nummer 5 zou in het front iets meer uitstraling mogen hebben. Heeft wel voldoende nek, maar het is iets horizontaal gebouwd. De rug is ietsje week en zou ietsje langer gelijnd mogen zijn, maar wel voldoende aansluiting. Beenwerk mist wat hardheid. De stand is wel goed, maar zou wat harder en droger beenwerk mogen hebben. De stap heeft takt en heeft ook wel activiteit. En in de draf laat hij heel mooi achterbeen gebruik zien. Zou hij nog iets meer over de rug mogen gaan, maar het is een goede draf. Maar vanwege zijn bouw, zijn beenwerk en zijn ras kan hij geen ster worden. Maar wordt hij vanwege zijn goede bewegingen opgenomen in het stamboek met een derde premie. Paard nummer 5 is getting in the studbook with a third premium.
Paard nummer 6 is een paard met een jeugdige uitstraling en een mooie uitdrukking in het hoofd. Heeft ook voldoende behang. Een paard wat goed gebouwd is, lang gelijnd, mooi lang kruis. In de beenwerk is goed droog, in de voorbeen ietsje Frans. De stap zouden we graag ietsje actiever zien. Het is wel takmatig, maar het lijkt soms wat voorzichtig in het achterbeen. In de draf maakt hij houding, zou hij nog iets meer ruggebruik mogen laten zien. Maar alles tezamen vanwege het mooie ras en ook de goede bouw wordt hij opgenomen in het standboek en sterren met een tweede premie. Paard nummer 6. Nummer 6 is teken in het studboek met een second premium. Paard nummer 7, paard met veel uitstraling, een mooie luxe front met voldoende oprichting, goede bovenlijn, het kruis zou nog net ietsje langer mogen zijn, droog beenwerk, goede hoeven, staat goed op de benen, de stap heeft hij tact en ook voldoende ruimte, in de draf maakt hij veel ruimte, heeft hij ook schakelend vermogen, wordt opgenomen in het stamboek en sterren met een eerste premie. Horse nummer 7 is taken in the studbook with the first premium star.
paard nummer 8. Een paard met een mooi hoofd. Echt een Friese uitdrukking en ook veel behang. De bouw zou die ietsje neerwaarts gebouwd. Zou iets langer voorbeen mogen hebben. En het kruis zou ook wat mooier kunnen gesteld kunnen zijn. Het beenwerk is aan één kant wat foos. Zou meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap is ruim, met ruim voldoende takt en ook buiging, met name in de tweede ronde. En in de draf heeft hij veel veer en kracht en ook een goed zweefmoment. En door zijn goede beweging en zijn mooie ras wordt hij stamboekster met een tweede premie. Yeah! Horse nummer 8 is getting in the stuntbook with a second premium. Een paard wat wel een luxe uitstraling heeft, maar ietsje zwaar is. Mist iets jeugd. Heeft wel een goede opzet en ook ruim voldoende neklengte. In de bouw zou die iets langer voorbeen mogen hebben. Het kruis iets mooier kunnen zijn. Het beenwerk is iets gehoekt. In de stap heeft hij wel ruimte, maar zou meer het achterbeen wat actiever kunnen optillen. Meer buiging in de sprong.
En in de draf mist hij het ruggebruik. We missen wat de lossigheid. Heeft wel ruim voldoende takt. Wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 9 is taken in het studboek met een third premium. Paard nummer 10. Het is een paard wat ietsje rauw aandoet. Zou ietsje meer uitstraling in het front mogen hebben. Of ietsje onderhals. Goed gebouwd, langgelijnd paard. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. De stap heeft voldoende ruimte. Zou nog ietsje meer activiteit in het achterbeen mogen laten zien. Maar is goed takmatig. In de draf heeft hij veel zweefmoment. Komt hij ook mooi omhoog in het schoft. En vanwege zijn goede draf... En ook verder goed langgelijnd paard wordt die ster met een tweede premie. Horse nummer 9 is taken in het studboek met een second premie star.
Paard nummer 11. En ze heeft een paard met wel een klein hoofd. Zou ietsje meer nek mogen hebben. Wel verder goede opzet. In de bouw is ze ietsje gerekt. En zou ietsje meer mogen aansluiten. En de rug ietsje sterker mogen zijn. In het beenwerk is van goede kwaliteit. Iets kleine hoeven. De stap is ruim. Met een goed voorbeen. En ook goed ruggebruik. In de draf heeft hij veel ruimte en zweefmoment, zou het voorbeen nog iets verder weg mogen zetten. Maar een heel krachtig achterbeen wordt opgenomen in het stamboek en sterren met de tweede premie. Horse nummer 11 is taken in the studbook with star with a second premium.
Paard nummer 12. Een paard met een klein hoofd, een mooie nek, een lichte hoofd-halsaansluiting. Met een goede opzet. Ook over de bovenlijn is die voldoende sterk. Het achterbeen is iets gehoekt. In de stap heeft hij wel voldoende takt, maar omdat het gehoekte achterbeen, hij schuift er ietsje onder. En ook de draf is wel taktmatig, maar het achterbeen zou verder onder de massa moeten komen en zou iets meer lossigheid in de rug mogen laten zien. En wordt daarom opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 12 is taken in het studboek met een third premium. Paard nummer 13. Een paard wat ietsje lichtere hoofd-halsverbinding mag hebben, wel voldoende opzet. Het paard is ietsje neerwaarts gebouwd en wat op de voorhand gebouwd. Het beenwerk is voldoende hard. De stap is taktmatig, maar zou achter meer activiteit mogen laten zien. En in de draf is hij ook ietsje duwend, iets achter de massa. Zou het achterbeen wat resoluter onder de massa mogen zetten. Krijgt een derde premie. Horse nummer 13 is getting a third premium.
paard nummer 14. Heeft een mooi hoofd. Mooi Fries rastype. Verticaal gestelde hals. De bovenlijn is goed. Het kruis is iets afhellend, maar het is wel opwaarts gebouwd. Het beenwerk heeft van ruim voldoende kwaliteit. De stap is ruim voldoende takt en regelmaat. En het draf heeft de benen zijn goed. Beengebruik, de beenzetting. Zou nog ietsje meer oprichting mogen laten zien. Maar alles tezamen, ruim voldoende kwaliteit om ster met een tweede premie. Well, for the people abroad, number 14 is getting a second premie and a star.
Paard nummer 15 is een luxe merrie met veel opzet. De hals komt ietsje dieper uit de borst en is wat zwaar aan de bovenkant, maar het is wel veel uitstraling. De bovenlijn is goed, mooi schouder zit erin, ietsje zwaar. Beenwerk is van droog in de sprongen, heeft iets kleine hoeven, zou voor ook iets correcter mogen zijn. De stap is wel ruim voldoende takt en ook kracht. In de draf zou die het voorbeen wat verder weg mogen zetten, is wel ruim voldoende. Maar niet zodanig dat ze een uitnodiging krijgt voor een volgende inspectie. Dankjewel voor de presentatie. Nummer 15 is not invited for the next inspection.
Paard nummer 16 is een paard met veel front, lange hals, mooie uitdrukking in het hoofd. De bouw is ietsje stijl schouder, wel een goede bovenlijn, lang gelijnd. Beenwerk is hij voor iets week gekookt en zou iets correcter mogen zijn. In de stap is wel voldoende takt, maar zou meer buiging mogen tonen. De draf heeft hij wel veel ruimte in het voorbeen, maar zou achter wat resoluter onder mogen zetten. Wordt geen ster. Nummer 16 is Not Getting Star.
Paard nummer 17, jeugdige hengst met veel rasuitstraling en mooie lichte hoofd-halsverbinding, mooie opzet. In de bouw is hij iets week in de rug, is ook ietsje neerwaarts. Het beenwerk zou wat correcter mogen zijn, is wat wijd en zou wat correcter in de standen van het voorbeen mogen zijn. In de stap is wel met takt, maar niet altijd. Dus er zijn momenten dat hij niet helemaal lekker doortreedt achter. In de draf heeft hij wel goede momenten, maar we zouden graag meer balans zien. Wordt vandaag geen ster. Nummer 17 is Not Getting Star. Een 3-jarige merrie. En die nu hier komt voor een tweede inspectie om te kijken of die voorlopig kroon zou kunnen worden. We have a re-inspection of nummer 7. Famke, vader Marcus, Fokke Brouwer uit Zandhuizen en de owner familie Eppinga uit Zondel. We want to see if it's good enough to be professional crown because she had a first preemie. Nummer 7, tweede inspectie. Een paard met nog steeds een luxe uitstraling, met voldoende oprichting, met een goede bovenlijn, opvallend goed beenwerk, goede hoeven. De stap, vooral de tweede ronde, was met veel takt en ook met schwung. In de draf heeft hij soms wat moeite met balans, maar op de momenten dat hij zich geeft, dan laat hij veel ruimte zien. In zijn totaliteit voldoende kwaliteit om voorlopig kroon te maken.
Kunnen wij de uitslag even hier? Ja. De keuring is vlot verlopen bij de familie Eppinga. Met een goede aanvoer, dankjewel daarvoor. Ook een mooi zonnetje erbij en veel publiek. Wij sluiten deze keuring af met de voorlopige kroon. En vanmiddag gaan wij naar Sipma in de Rottum. Dus familie Sipma in Rottum. This afternoon, we think to start at 2 o'clock. We will be at Sipma in Rottum.